Doet hij het of doet hij het niet? Dat is iets wat de bewoners van een ouderencomplex in Schravenzande dagelijks bezighoudt. De enige lift in het gebouw heeft zoveel kuren dat mensen er angstig van worden. Want de minder mobiele mensen zijn echt afhankelijk van het ding. Ik hoop dat hij vandaag wel doet. Ik hoop het ook, want ik sta doodsangst uit als ik beneden ben of ik wel weer naar boven kom. En die angst lijkt niet ongegrond. U heeft er zelf ook al een paar keer in vastgezeten, hè? Ja, dat klopt. 1 keer 1,5 uur en 1 keer 3 kwartier. En de laatste keer ben ik door de brandweer vanaf de eerste etage opgetakeld, zeg maar, met de hoogwerker naar de derde, want daar woon ik. En hoe vaak is die lift nou kapot? Nou, mevrouw, dat willen we niet weten. Om de havenklap. Dus echt een kruis. Hij kon niet naar boven, kon mijn huis in, want de lift was kapot. De brandweer die heeft ook aan de gemeente wat geschreven of gebeld, ik weet niet wat. Maar die zijn er ook mee bezig geweest, omdat ze minimaal 1 keer in de week hier moeten komen om mensen uit de lift te halen. Kan er niet gewoon een hele nieuwe ingezet worden? Dat heb ik al zo vaak gedacht, maar Arcade schijnt dat niet te doen. Dat is niet aan mij, dat is aan Arcade. Woningbouwvereniging Arcade wilde niet voor camera reageren, maar laat wel desgevraagd weten dat de situatie iets gecompliceerder is. Zo moet ook de Vereniging van Eigenaren akkoord gaan met de eventuele aanschaf van nieuwe liftdeuren. Arcade zegt al langere tijd bezig te zijn om de situatie voor de bewoners te verbeteren. U heeft geluk vandaag.